Koen Bouwman uit Ulft koest af op een beslissende kruising. De wielerprof van team Jumbo-Visma, die nog tot en met volgend jaar onder contract staat bij misschien wel 's werelds beste wielerploeg, moet gaan nadenken over de keuze tussen de sfeer, de innovatie en een rol als knecht, of nog een keer voor eigen kans gaan bij een andere ploeg. Jumbo is naast misschien nu de beste wielerploeg, ook gewoon de sfeer binnen de groep is supergezellig. Al het personeel ken ik heel goed. Dus dat is in ieder geval een karakter wat ik heb. Is dat ook heel belangrijk dat de sfeer goed is. Dus ja, dat is inderdaad wel een tweestrijd wat op dit moment wat wel door je hoofd gaat. En ik heb in ieder geval nog een contract voor volgend jaar bij Jumbo. Alleen dat wordt volgend jaar wel tijdens het seizoen oren en ogen open houden. En in ieder geval je gevoel achterna gaan wat voor mij in ieder geval het beste lijkt. Zijn gevoel volgen heeft hij ook privé gedaan. De Achterhoeker keerde weer terug op vertrouwde grond. Ja, ik woon sinds eigenlijk anderhalf jaar weer echt in Ulft. Ik ben heel even uitgevlogen, maar nu weer terug op het nest. En hier kun je schitterend rondrijden, Mont-Vlam met een mountainbike, met een gravelfiets, gewoon lekker op de weg hier. En mij krijgen ze hier in ieder geval niet meer weg. Bouwman traint momenteel voor de Ronde van Engeland en de Ronde van Lombardije. Toch is er ook nog een kleine kans dat hij aan de start staat van de Ronde van Spanje. Mocht er een ploeggenoot afvallen, is de Ulftenaar de eerste reserve. Ergens in het achterhoofd zijn we daar nog wel steeds mee bezig. Dat mocht ik nog, wij spreken ook 2 dagen van tevoren gebeld worden. Dat in ieder geval nog wel allemaal in orde is. En misschien zou ik dan niet in mijn allerhoogste topvorm aan de stad staan. Maar ja, ik ben ook iemand die in een grote ronde in kan groeien. En ik denk zeker dat ik dan nog van heel veel waarde kan zijn in week 2 en 3. Mocht er na de Giro een tweede grote ronde in zitten dit jaar, staat er voor Bouwman en zijn teamgenoten wielerhistorie op het spel. Volgens mij kunnen we de allereerste ploeg ooit zijn die in ieder geval kans maken om alle 3 de grote rondes in 1 jaar te winnen. En als je dan bij 2 van aanwezig mag zijn en eentje heel veel bij gesupported hebt voor de televisie, dan het zal echt heel uniek zijn.